Op studentencampus Uilenstede in Amstelveen is vandaag dit 24 meter hoge kunstwerk onthuld. De boodschap achter de schildering praat over je gevoelens. Achter je zie je een jonge vrouw die van een springplankachtig iets afspringt. En tijdens haar sprong gooit ze haar masker af en wordt ze opgevangen door een groep met mensen die hun masker al heeft afgedaan. Wanneer je dat masker afzet, dat je opgevangen wordt, dat is echt iets wat bij mij ook is gebeurd. Dus dat voelt heel herkenbaar en super fijn. Het is ook niet helemaal toevallig dat dat voor Mees herkenbaar is. De muurschildering is geïnspireerd op de verhalen, waaronder die van Mees, uit een podcast over eenzaamheid onder jongeren. In coronatijd vooral had ik mezelf een beetje geïsoleerd. Ik kon er niet echt over praten op dat moment. Ik voelde een hele grote drempel, omdat ik dacht, eenzaamheid is een supergroot woord. Dat past helemaal niet bij mij. Ik ben best wel sociaal. Maar Mees is niet de enige die deze gevoelens kent. Op het moment zijn er zo'n 2/3 aan jongeren die last hebben van eenzaamheid. Maar ondanks dat is het voor heel veel jongeren ook nog heel spannend om het erover te hebben. Terwijl we weten dat praten over eenzaamheid er juist voor zorgt dat je je beter gaat voelen. En dat je ook de juiste hulp kunt krijgen. En ik hoop heel erg dat mensen dit triggert. En dat ze zich afvragen, wat zie ik hier eigenlijk? Wat is het eigenlijk? En dat het een gesprek opent. En heel vaak geven mensen ook terug van dat zij er zelf ook mee te maken hebben gehad of daar zich in herkennen. Dus ja, alleen maar fijn.